Deze week in het Omroep Tilburg nieuws. Tilburg krijgt titel Sportgemeente van het jaar en er zijn inmiddels 1500 startersbeurzen uitgereikt. Mijn naam is Georgina Gulsen en welkom bij het Omroep Tilburg nieuws. Tilburg heeft de titel Sportgemeente van het jaar 2014 gekregen. De vereniging Sport voor Gemeente verleende het predicaat vanwege een goede visie en doorzettingsvermogen op het gebied van sport. Er was geen enkele twijfel bij de jury om Tilburg als sportgemeente van het jaar 2014 uit te roepen. Nou ja, in het juryrapport stond dat wij geweldige accommodaties hebben, een uitstekend verenigingsleven en natuurlijk de verbinding tussen onderwijs en sport is heel erg goed in Tilburg. Dus daarom zijn wij sportgemeente 2014 geworden. Naast deze goede verbinding zijn er ook fantastische accommodaties in Tilburg te vinden. Sinds kort is ook de accommodatie aan de Bredaseweg voor het hockey geopend. We hebben natuurlijk het T-kwadraat en we hebben natuurlijk ook de sportzwembad De Drieburgt. Dus we hebben geweldige accommodaties. Sorry. Nou ja, we zijn constant op zoek natuurlijk van wat we voor mensen kunnen gaan doen. En we zijn ook daar gaan kijken van wat we kunnen doen voor de ongebonden sport. Bijvoorbeeld de renners en de skiers en zo. Om daar te gaan kijken, om daar de faciliteiten goed voor te maken. Zodat die ook gewoon kunnen sporten. Dus in ieder geval de gebonden sporten, dus de verenigingen. En ook de ongebonden sporten. Daar zetten we ook op in. Tilburg is blij met deze titel en zal zich steeds blijven ontwikkelen op het gebied van sport. Nou, in ieder geval, ik ben heel erg blij en heel erg trots. Niet alleen voor mijn medewerkers, maar ook voor de sportverenigingen. En wat het betekent, ja, we zijn gewoon dus sportgemeente 2014. En dat moeten we ook goed uitdragen. En het is een punt wat we nu kunnen zeggen van, nou, we zijn goed op weg, maar we zijn er nog steeds niet. Dus het is een waardering en ook een stimulans om weer verder te gaan. Dit najaar kunnen mensen voor het eerst gebruik maken van de scheidingsschool. Verschillende Brabantse zorginstanties hebben de handen ineengeslagen en organiseren bijeenkomsten om mensen voor te lichten over scheidingen. Het doel is om negatieve gevolgen voor kinderen te beperken en escalatie tot een zogenaamde vechtscheiding te voorkomen. Wanneer een scheiding niet goed verloopt, kan een gezin geholpen worden in het omgangshuis. Dit is het omgangshuis van Compaan en de Bocht. Hier in het omgangshuis vinden de begeleide omgangen plaats tussen wanneer ouders een omgangsregeling hebben en het zo uit de hand is gelopen met de scheiding, dat een van de ouders de kinderen nauwelijks nog ziet of helemaal niet meer ziet. En dan kunnen hier onder begeleiding die omgangen opgestart worden. De scheidingsschool is bedoeld om informatie te verschaffen en te voorkomen dat gezinnen belanden in het omgangshuis. Omdat blijkt dat mensen juist uit onwetendheid of omdat ze zo ondergedompeld zijn in hun eigen emoties, zo boos, verdrietig zijn, heel moeilijk verstandige beslissingen kunnen nemen voor zichzelf en voor de kinderen die op de lange termijn goed zijn, hè, vooral ook voor de kinderen, om die zo min mogelijk last te bezorgen met de scheiding. Tijdens de voorlichtingsavonden zullen de komende weken verschillende fases van het scheiden behandeld worden. Er zijn nu 6 avonden gepland in de Heihoef, in het wijkcentrum, in de Reeshof. En er zijn 6 themaavonden, elke keer weer een ander onderwerp. De eerste avond is woensdag, 1 oktober. En dat gaat over scheiden of blijven. Dus dat is het eerste stadium van de scheiding. Hè? Als mensen overwegen van wil ik gaan scheiden, maar er nog niet zeker van zijn. Dus dat is vaak ook een hele woelige emotionele periode. Daar wordt dan over gepraat in ieder geval. Voor veel jongeren is het lastig om na hun studie gelijk een baan te vinden. Daarom is een tijdje terug de startersbeurs in het leven geroepen. Inmiddels zijn er 1500 jongeren aan zo'n beurs geholpen. En zien de initiatiefnemers positieve resultaten tegemoet. Via de startersbeurs kunnen werkzoekende jongeren na hun opleiding werkervaring opdoen bij een leerbedrijf. Zo komen zij gemakkelijker aan een baan. Het idee van de startersbeurs is vooral ontstaan omdat ik zag dat de jeugdwerkloosheid hard opliep de afgelopen jaren. Dat het steeds moeilijker werd voor jongeren om op de arbeidsmarkt te komen. En dat wij, wat ze vooral niet hadden was werkervaring en een sociaal netwerk en contacten. Nou, en toen dacht ik, we moeten proberen snel wat te doen. Niet een nieuwe wet, maar iets maken wat snel kan starten en waar jongeren iets aan hebben. Tilburg is niet de enige met de startersbeurs. In een korte periode is het idee door veel gemeenten al overgenomen. De startersbeurs is begonnen in de gemeente Tilburg in april 2013. En we hebben daar dus nu al een hele tijd ervaring mee. Er zijn ook 150 andere gemeenten die zijn aangesloten. Ze hebben het voorbeeld van Tilburg gevolgd. Er zijn heel veel discussies over de startersbeurs. Zou het wel werken? Jongeren die krijgen een beurs van 500 euro.
Is dat niet weinig voor het werk dat ze doen? Allerlei discussies, de meeste heel positief. Ook de reacties van bedrijven en jongeren. En we hebben nu onderzoek gedaan naar de effecten. En we zien dus nu dat meer dan de helft van de jongeren 1 maand na de beursperiode, dus na die 6 maanden, aan het werk is. De regeling zelf, vond ik in het begin, dacht ik van, hoe zit dat nou allemaal? Maar uiteindelijk is het gewoon echt helemaal gewoon hartstikke leuk gegaan. De werkzaamheden en zo, dus ik kan gewoon doen wat ik wil, mijn begeleiding. Ja, gewoon ontzettend veel geluk gehad. Door het succes willen de initiatiefnemers van de startersbeurs de mogelijkheden uitbreiden. Waar we nu ook aan werken, en de startersbeurs die helpt daarbij, is, we willen eigenlijk nog een stukje verder en voorkomen dat jongeren werkloos thuis komen te zitten. Ja, dus dat je, als je geen werk kan vinden of werkervaring op kan doen, net als bij de startersbeurs, of een stage kan gaan lopen, of weer een stukje opleiding kunt gaan doen om beter op die arbeidsmarkt terecht te komen. Dus de ambitie hier in Tilburg en Midden-Brabant is dat wij over 3 jaar willen dat geen enkele jongere meer werkloos thuis hoeft te zitten, maar altijd iets kan doen waardoor de kans op werk vergroot wordt. En dat was alweer het Omroep Tilburg nieuws voor deze week. Ik zie je graag de volgende keer terug. Mijn naam is Georgina Gilsen en bedankt voor het kijken.